En het is tijd voor feest in de studio, want onze vrienden van de show zijn in de studio. Dan is het gegarandeerd feest, want bij het horen van Weekend, gas op die lolly. Door tot het einde, dan krijg je toch op maandag al zin in feest. Gisteren primeurden ze bij ons op Slam de nieuwste track en 1000 nachten. En daarom vind ik het gezellig dat ze bij ons in de studio zijn. Mag ik een groot applaus voor feest DJ Ruud en Diego? Goedenavond, mannen. Een hele goede avond. Hallo. Ja, we moeten toch eventjes eerst even bij jou terugkomen. Ruud, hoe gaat het met de verdovingen? Ja, het gaat wel iets beter, maar ik moet vorige week nog een week op vakantie en daarna moet ik onder de lamp hangen. Ben je bang voor de tandarts? Nee, ik ben meer een lakspersoon die dan niet gaat. Op een gegeven moment gaat er iets mis, dan moet je gaan. En dan is er ook van alles mis. En dan denk ik van ja, laat maar komen en dan kunnen we door weer met het leven. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie denken, waarom vraagt hij dat als eerste vraag? Maar gisteren belden wij met jou, want toen primeurden wij 1000 nachten hier op Slam FM. En toen was je net naar de tandarts geweest. Dus het gesprek was nog een beetje... Vol met gaten. Vol met gaten, inderdaad. Thanks, Rens. Jas voor jou. Hé, 1000 nachten. Ik hoorde hem en ik dacht, die heeft toch weer een beetje de Weekend sound. Ja, vind je? Ja, toch wel weer dat lekkere partygevoel, toch? Weekend was er meer bubbeling en dit is wat meer richting de happy hard. Ja, maar wel weer gewoon dat echte keiharde de face DJ Ruud sound die gewoon weer overal keihard gaat, toch? Kan wel een slow jam gaan maken, maar daar wordt niemand gelukkig van. Je hebt de track gemaakt met je broer en met Maeve en Carties. Ja. Toch jongens die nog niet heel erg, je broer natuurlijk wel, maar een beetje opkomende jongens. Ja, zeker gewoon jongens met heel veel talent. Ja. En ik was natuurlijk met je broer begonnen en toen zat Carties erbij en... Ze hebben de track gaan schrijven en gaan maken. En toen moesten we eigenlijk nog even de zang goed hebben. Scherp. En kwamen bij Maeve. En ik volg Maeve ook al een tijdje. En die track is gewoon komen staan. En ik dacht van ja, dit is het gewoon. Weet je, het meer heeft hij niet nodig. Het klopt gewoon van alle kanten. En zo wil ik hem naar buiten brengen. Ja, we gaan hem zo meteen natuurlijk in je set horen, neem ik aan. Hoe lang ben je dan, dat vraag ik me dan wel, hoe lang ben je dan bezig met deze plaat bijvoorbeeld, als we deze nemen? Kijk, het ding is dat we deze sound al wat vaker gebruikt hebben. Bijvoorbeeld die Kraantje Papi Face remix. Ja. Face Tent remix. En links en rechts nog wat andere remixen die gedaan hebben. Toen dacht ik van oké, wel tijd voor een original in deze sound. En volgens mij zijn we na de zomer ermee in de slag gegaan. En heb ik net voor kerst alles opgenomen. Ja, dan ben je weer drie maanden verder voordat echt alles staat. En de clip en promoplan en alles. Dus uiteindelijk denk ik een maandje of vijf ben je dan makkelijk mee. Maar is dat ook dan dat jij als artiest dan nog dan heb je voor de kerst klaar, nog blijft freaken aan zo'n plaat? Ik zeg dit anders, of kan je daar wel op een gegeven moment vanaf blijven? Ja, we hebben nog wel een paar keer terug moeten gaan voor en dit nog en dan nog. Oh ja, die mastering klopt niet. Dus maar wacht even, want dan ben je dus al 5 maanden mee bezig. Ben je dan inmiddels al niet bijna mee klaar? Nou, kijk, die plaat staat pas eigenlijk sinds 1 januari, zeg maar. Oké. Okay. Weet je, dan is die plaat pas echt af. En dan moet hij nog gemixt worden en gemasterd. Maar weet je, een goede plaat laat je even liggen. Kijk wat je ermee wilt doen. Want hij zat bijvoorbeeld ook al in mijn aftermovie van de zomer. Mm-hmm. En mensen vroegen toen al, wat is deze beat? En toen dacht ik van, ik moet hier echt iets mee gaan doen, zeg maar. En dan blijf je een beetje met freaken en twijfelen wel. Niet zo. En dan weet je, heb je hem. We gaan hem zo meteen zeker horen. Hij is lekker, vind ik. Wat ik ook leuk vind. Jullie zijn dit weekend te zien op tv. Jullie gaan de sneeuw in geweest. Ja, nog niet. Maar daar kan Diego heerlijk iets over vertellen. Oh, ja, echt? Ja, oh nee, toch niet. Nee, okay. Ik gemakkelijk. Nee, het was heel gezellig in de sneeuw. Echt maar even voor de goede orde met Jan Smit en zo. Die normaal de zomer voorbij doen, was nu de winter voorbij. Ja, klopt. En ja. Jullie zijn daar al langs geweest? Ja, we zitten in het programma De Winter Voorbij. Ja. Dat is natuurlijk de sneeuweditie. En we zijn, er is één opname al op tv geweest. We zijn dit weekend in Oostenrijk geweest. En die opnames komen vanaf 24 maart komen die op tv. En dan de eerste twee uitzendingen zitten we in. En de rest, dat was een soort van... mensen gingen weer weg, mensen kwamen weer aan. Het was gewoon een heel weekend feest daar. Uiteindelijk had ik daar heel graag het hele weekend willen blijven, maar we hadden ook een show staan. Dus. Maar heb je daar ook, moet ik het dan voor me zien dat jullie daar vol in après-ski de boel daar op z'n kop zetten? Nee, maar totaal niet. Nee, totaal niet. Nee? Het was gewoon letterlijk echt netjes om 10 uur naar bed, morgens om 9 uur op. Al die items schieten. En hop, op de camera, actie, lachen. De hele dag schieten. S'avonds om 10 uur weer, terug het hotel, back off, gaan slapen. Super weinig snaps gedronken. Totaal niks kunnen drinken. Niks van het was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ga het nooit meer doen. Nooit meer met die en carnaval was ook verschrikkelijk, of niet? Nee, was dat alweer? Carnaval, alweer vergeten. Ja, maar daar heb je ook nog een beetje zitten volgen met dat carnaval. Heb je ook nog... Dat was ook... Ik denk oprecht dat het een van mijn mooiste weken was tot nu toe. Omdat alles klopte. Het was een soort van de vriendengroep gewoon mee. Samen was ook mee. Iedereen was... Alle feesten waren op en top. Over de eerste plekken waren ook uitverkocht en zo.
En ja, overal was het gewoon feest. Ik weet niet, ik heb er heel weinig slechte herinneringen aan. Hé, hey, je doet zoveel. Dat is toch gewoon... Ja. Dat is gewoon crazy. Het is gewoon in 5 dagen gewoon rammen, zeg maar. Maar wat als je nou... Je hebt carnaval. Je hebt de festivals die er aankomen waar jullie staan. Je hebt bijvoorbeeld ook nog après-ski. Je hebt Koningsdag. Ja, juist. Wat prefereert een feestje Ruud nou het meest waar hij nou echt het liefst staat? Ja, ik heb echt geen idee. Want het heeft allemaal zijn hoogtepunt. Op Koningsdag staan we dit jaar weer op de grootste podia. En in de zomer kun je heel Europa doorreizen. Staan we ook nog eens een keer op de grootste festivals. En ja, ik heb geen pref. Heb jij iets? Prefereer jij iets? Nee, ook niet. Waarvan je denkt, van, nou, daar hoort een feest DJ het meest. Of daar vind ik mezelf het lekkerst. Of... Ja, het ding was, in Oostenrijk stonden we ook weer een appelski bar te draaien van 2x2 meter. En dan ging het ook wel helemaal, soort van helemaal de gekte in. Ja, sommige dingen zijn gewoon heel tof. Wij niet verwacht zelfs. Zeg maar, dus van alles. Ja, alles is tof eigenlijk wat je doet. Zo variërend, weet je. Ja, ik heb in de carnaval in mijn oude kroeg zitten crowdsurfen. Dat is volgens mij nog nooit eerder gedaan. Ja. Maar ook gewoon echt zo'n goeie, dat ze er echt induikt. En van 6 bier gaan halen bij de bar en terug gecrowdsurfd. En dat soort dingen allemaal. Dus het heeft allemaal... ja, ik heb geen favoriet eigenlijk. Ik vind het in ieder geval wel gezellig dat jullie hier zijn. Had je ook mogen zeggen als favoriet hoor, Ruud. Ja. Oh ja, ook dit soort dingen. Weet je wel, sit-downs in de studio. Ja, genoeg gepraat. Het is tijd voor een goed setje. Dat kun je hier checken. Als je hier klikt, kan je direct naar het setje. Overigens kun je nog veel meer DJ-setjes zien als je hier even klikt. En als je dan toch bezig bent met klikken, ga dan gelijk even hierheen en abonneer je even op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog, worden wij blij van. Dus hier meer DJ-setjes, hier het DJ-setje en hier abonneren.